Na een jaar heb ik eindelijk Max van Holthausen Groepen op bezoek uit Groningen. Hij heeft een Tesla met waterstof gemaakt. En dan kan ik eindelijk eens een keer goed zien wat er allemaal in zit. En ook me afvragen hoe kan ik nou mijn Model X gewoon op waterstof krijgen. Goed, de Tesla. De enige auto ongeveer die op waterstof rijdt. Oh nee, dat is niet waar, hè? Nee, maar dat is zeker niet waar. Nee. Hoeveel rijden er nu meer rond van Tesla's met waterstof? Qua Tesla's rijden er nu bijna 4 rond. Ja, bijna 4. Ja. Oké, je hebt nu 4 erom gebouwd. Ja. Deze heb je vorig jaar gedaan, in 2017. Ja, klopt. En die andere hebben we dit jaar in 2018 omgebouwd. Ja, nou, we gaan eens even kijken. Kijk eens even onder de hoed. Laat eens even zien hoe dat nou eigenlijk werkt. Dit is het eerste. Wauw, dit is dus inderdaad echt compleet anders. Goed, vertel, wat is dit allemaal? Dit is een hele bak met spul onder mijn, onder mijn motorkap. Wat is dit eerst? Ja. Dit is een radiator die wij in moesten bouwen omdat de temperaturen te hoog opliepen van de fuel cell. Dus wij hebben uiteindelijk een extra koelingsradiator erin gezet voor het verkoelen van de koelkast. Oh, wauw, je kunt hem helemaal je kunt hem mooi opdraaien. Oké, okay. Een radiator met ventilatoren en dingen. Ja. En wat is dit voor mooi doosje? Dat is de hoofdcontrole van het hele systeem. Dus dat is de controller die de fuel cell aanstuurt. Oh ja. En ook monitort en alles doorstuurt naar Okay. De fuel cell die haalt dus gewoon waterstof en die maakt de elektriciteit van. Ja. Waar zit die fuel cell? De fuel cell zit hier, dus we krijgen van achteruit krijgen we waterstof hier zo naar binnen toe. En dat... Hier, dit dingetje. Ja. Okay. Hoe zwaar is dit, zeg maar? Dus hoeveel power komt hier, hoeveel druk? 10 bar, daar staat 10 bar. 10 bar. En ja. in de tank zit? 700 bar. 700 bar. Dus dan komt het hier met 10 is klein en dan, wat gebeurt er dan met dit ding? Dan gaat vervolgens gaat het in de recirculatiepomp en dan rechtstreeks naar de fuelcel toe. Dus de recirculatie ja. Die gaat dan hup de erin. Fuelcel ja. In. Ja, en als dan maakt de fuelcel van waterstof en lucht maakt die stroom. Ja. En daarmee laden we de auto bij. Oké, okay, waar komt de stroom uit dat ding? Aan de achterkant zit een plus- en een min-kabel. Die lopen dan weer vervolgens hierheen. Hier dit ding? Ja, die komen eerst naar de onderste box. Dan komen er 3 kabels weer uit. Wat doet die onderste box? Dat is een soort van high-frequency filter. Dus die haalt alle, die maakt de stroom egaal. Dus niet dat er piekspanningen tussen zitten. Die houden het mooi op. Wat een grote doos, man. Echt alleen maar om die functie te doen. Ja. Ja, die is officieel voor een vrachtauto. Oh ja, oké. Okay. En dan gaat hij hierheen. Wat doet deze doos? En die convert 70 volt, tussen 60 en 70 volt naar 420 volt. Om de accu bij te kunnen laden. Omdat de Tesla accu 400 volt. Dus hier komt 60 volt uit. En hoeveel ampère ongeveer? 230. Oh, dus 60 maal 230 is ongeveer 12 kilowatt of zo. Ja, 10, 12 kilowatt. 10, 12 kilowatt. En dan gaat hierin, komt 400 volt. En, dan waar komt die hoogspanning uit? Uit deze kleine kabel. Omdat we hele kleine hoge kabel. Spanningen gebruiken, hoeven we geen dikke kwadraatskabel te gebruiken. Ja, en die gaat dan naar? Die gaat naar achterin, de junction box. Die ligt onder de achterbank. Oh ja. En daar komt alles binnen en daarmee laadt hij erop. En vanuit daar staat hij eigenlijk aangesloten op de acculader. Ja, oké. Okay. Dus dat eigenlijk is de basis. Gewoon van hij maakt 60 volt spanning, 250 ampère. En daarna, en wat is dit ding dan? Dat is van de luchtvering. Dat is het compressievat van de luchtvering. Oh. Van de auto zelf. Maar die staat bij mij, zit die hier niet? Nee, die zit normaal gesproken daarachter verwerkt. Oké, okay. Maar die heb je gewoon, die had je even nodig om dat ding te doen. Ja, en wat is in de weg. Dus en wat is dit allemaal voor spul? Dit is de radiator van de converter. Dus deze is van de fuel cell, die van de converter. Dit is de luchtpomp. En dit is de controle van de luchtpomp. En dit is de humidifier om de lucht te bevochtigen. En dat zijn waterpompjes. Je humidifier om de lucht van die hierin gaat, die moet bevochtigen. Ja. Oké. Okay. Nou, waar leidt dit naartoe? Dus als je nou gewoon een kilo waterstof erin stopt, hoeveel kilowattuur zit er in een kilo waterstof? Ongeveer 25 kilowattuur. 25 kilowattuur. Ja. En hoeveel komt er dan uit aan elektriciteit? Dat is de 25 kilowattuur. En als je het rekent zonder rendementsverlies, dan zit je op 33 kilo per kilo waterstof. Komt 70% rendement komt hier uit. En dan, maar dit is 10 kilowattuur, dat is 50 kilo, daar kun je 50 kilometer per uur mee rijden. Dus je kunt eigenlijk niet eindeloos blijven doorrijden. Nee, je moet wel op een gegeven moment tanken, maar dit is ook meer een range extender. Dus je moet hoe dan ook nog steeds je accu laden. Alleen pas na langere tijd. Dus je hoeft hem niet constant te laden. Je kan een langere rijkwijde hebben voordat je überhaupt hoeft te laden. Oh ja. Nou, wat hebben we hier dan? Hier hebben we de waterstoftank zitten. Dus hier hebben we de 700 bar, 4,4 kilo waterstoftank zitten. 700 bar zit hierin. Dat is echt gewoon, als dat ding ontploft, dan krijgen we echt een mooie ontploffing. Ik wens heel veel succes met degene die dit wil laten ontploffen. Oh ja. Dat is bijna niet te doen. Het is een dikke tank. Het is glasvezel met Kevlar er doorheen. Ja, ja. Nou, dus in ieder geval. En hier kan 4 kilo waterstof in. Hoeveel liter is dit? Hoeveel liter waterstof is dat dan? 100 en 300, 4 liter. 100 liter. Oké. Okay. En maar op 100 liter. Gas, dus dat is geen liter, maar in kilo's.
Ja, ja, 4 kilo is ongeveer 100 liter vloeistof, zeg maar. Dus het is hartstikke licht spul. En dus hier 4 kilo, daar kan ik dan 4 x 2500 kilowattuur, daar kan ik deze auto 1 keer mee opladen en nog een keer meer. Ja, je kan ietsje meer dan 1 keer nog opladen. Dus deze heeft een accupakket erin zitten van 85, ondertussen 100, destijds 85. Ja. En daarmee kunnen wij kunnen we 1 keertje sowieso opladen. En dan houden we nog een beetje over. En daar kunnen we eventueel mee opladen tot de tank leeg is. Ja, ja. En dus betekent eigenlijk dus als hij stilstaat... Laat hij. Dan laat hij gewoon, dan laat hij dat op. Dus we hebben hier nog wat extra... Nog een mooi doosje hier zitten. Wat is dit doosje? Dat is het beeldscherm. Ik had eerst het systeem op de tablet zelf zitten van Tesla. Ja? Alleen dat beviel mij niet goed genoeg. Dus heb ik het systeem gescheiden gemaakt, zodat we alles wel kunnen blijven zien. Dus je had dit scherm had je ook gewoon gehackt? Ja, alleen het probleem was dat deze auto is nog steeds gehackt. Alleen het probleem was meer dat... het liep door elkaar heen. En ik vond het toch mooier om het gescheiden te hebben van elkaar, zodat de garantie van Tesla ook behoudt. Oh. De garantie van Tesla, zit er nog inderdaad garantie op? Ik zit in principe nergens voor aan hun onderdelen. In principe mag ik gewoon Dus wel iemand heeft er wel gewoon lef om te zeggen van... Ik zit in principe niet aan de onderdelen. De hele auto is compleet omgebouwd. Ik heb de dingen ingebouwd. Oh ja, oké. Okay. Maar je ziet Tesla, ben je al een keertje naar de garage geweest van Tesla? Ja, ja. En hij dan, heel vaak zat. Hij is in Almere vaak zat omdat hij had heel wat problemen af en toe gehad. Ja. En dan meer standaard Tesla problemen, dus bijvoorbeeld dat er water achter in de lampen liep of een deurlijst die niet helemaal mooi recht zit. En hebben ze je gewoon goed geholpen? In het begin niet, totdat je het uit gaat leggen. Dus totdat je met de monteurs samen en ook een contract tekent dat wij verantwoordelijk zijn. Ja. Maar tegelijkertijd ook dat als je gewoon laat zien aan hun hoe het werkt. Als jij het uit elkaar trekt en je laat het zien, dan snappen mensen ook dat het reuze meevalt qua veiligheid. Ja, oké. Ik vind het toch wel... Indrukwekkend, maar als je het eenmaal weet, valt het reuze mee. Het lijkt wel heel indrukwekkend, ja. Hey, hoe is het je bevallen? Want je hebt dus inderdaad... Als jij van Groningen hier naartoe gaat en je zet hem de auto weer, dan rijdt hij dus 50 kilometer, heeft hij 50 kilometer range meer per uur dat je rijdt. Dus als je normaal na 3 uur, zeg maar moet tanken, dan moet je nu naar 4,5 uur tanken of zo. 5 uur, ja. En als je hem stilzet en parkeert, dan laat hij gewoon de accu weer vol. Dat is vaak wel wat ik doe. Bijvoorbeeld als ik ergens heen rijd, dan laat ik hem gewoon op de locatie waar ik ben. Bijvoorbeeld ik zit heel veel in Amsterdam en Rotterdam. En dan zet ik hem gewoon op bedrijventerrein neer waar ik dan bezig ben. Want we zijn nu een tankstation aan het bouwen op de Westpoort in Amsterdam. Ja. Dus zet ik hem daar gewoon op de parkeerplaats neer en laat hij gewoon bij tijdens dat wij bezig zijn daar. Ja, nee, erop. Dus je kunt parkeren en dan kun je dus gewoon 600, 700 kilometer rijden. En af en toe moet je waterstof tanken. Ja, hoeveel plekken kan dat in Nederland? Op dit moment 4 en er komen 12 bij. En die worden dit jaar gebouwd en begin volgend jaar. Waaronder dat wij er 2 gaan bouwen in Groningen en in Amsterdam. Oké. Nou, dit was deel 1. Dit was gewoon eigenlijk de ervaringen met de auto. Dan gaan we nog even de tweede vraag. Nummer 2, 3 en 4. Heb je die nog anders? Dit is de grote basisexperiment. Dit is helemaal... dit is eigenlijk helemaal uitgebouwd. Ja. Dus qua meer, je kan alles zien. Alles zit gigantisch veel ruimte in beslag wat het neemt. Ja. En bij de nieuwere Tesla's is het 1 kleine RVS-doos waar alles in zit. En die zit daarachter... deze chassisbalken zit die verstopt bij een niet frontmotor aangedreven, dus een achterwiel aangedreven variant zit daarachter gebouwd. Ja. En dan behoud je je bak voor in, dus je hebt nog steeds je frunk. En dan zie je allemaal dit soort mooie dingen, die zie je niet meer. Nee. Oké, okay, dus dat echt... gebeurt niet. Ja. Hey, en deze versie, zoals het nu is, we gaan zo meteen praten over wat jullie van plannen hebben in de toekomst. Maar dit, wat kost dit nu, als je dit nu wil hebben? Ongeveer 42.000 euro. Voor 42.000 euro. Ja. En hoe lang ben je hem dan kwijt? 2 weken. 2 weken ben je maximaal kwijt. Maar Max heeft andere plannen. Dus we gaan eens even kijken van wat hij nou... Max heeft andere plannen. Hij gaat het heel anders aanpakken. En daar ga ik van profiteren met mijn Model X. Denk ik. Ik bedoel, als ik het inderdaad enthousiast word over die waterstofauto. Want wat kost mij een kilo waterstof, Max? In Amsterdam straks 10 euro de kilo. En eind volgend jaar 7,50 euro de kilo. Oké, okay, dus een tientje per kilo. En daar kan ik dan... 25, dat is een tientje voor 25 kilowatt. Dus is 2,50. Tientje is 40 cent per kilowatt. Ja. Een tientje voor 25 kilowatt. Ja, ik ben dus heel is 40 cent. Goede hoofdrekenen, maar ja. Ja, nee, het is 40 cent per kilowatt. Dus het is 2 keer zo duur als gewoon tanken, zeg maar. Het is ook niet de bedoeling dat je volledig overgaat op waterstof.
Nee, nee, het is een extender. Ja. Maar als je dit ding gebruikt, is hij 2 keer zo duur als gewoon hier aan de laadpaal. En als je gewoon bij bedrijven leidt, is die 4 keer zo duur. Want dan betaal je 10 cent per kilowattuur. Ja, dus het is geen goedkoop, maar het is natuurlijk wel een ongelofelijke luxe dat je opeens gewoon zeg maar 600-700 kilowatt hebt. Kilometer. Oké, Max gaat in het tweede interview, want dit duurt allemaal veel te lang, gaat hij praten over hoe de toekomst gaat werken.